staan hier vandaag in Zaventem bij het WTC B-gebouw. Een oud kantoorgebouw dat met de meest moderne technieken wordt gerenoveerd. Ik heb al coole dingen gehoord. Het is tijd om eens te gaan kijken. Ik heb een afspraak met Jelle, blijkbaar. Goedendag Jelle. Waar staan we hier vandaag? Dit is het hoofdkantoor van het WTCB. Dat is een organisatie die eigenlijk de bouwnijverheid bijstaat in alle technische aspecten. Ik heb gehoord dat jullie hier heel speciale technieken gebruiken om die allemaal te realiseren. Wat is zo echt eentje die daar uit het oog springt? De gevelstructuur is zeker eentje die uit het oog springt. En de staalstructuur die wij bovenop de bestaande ruwbouw gaan brengen, is een pareltje. Ja, zullen we eens gaan kijken? Ja, prima. We gaan ons eerst even klaarmaken om de werf veilig te betreden. Oké, veiligheidskledij en zo. Inderdaad. Oké, let's go. Wow. Oké, jij ziet er klaar uit, hè? Oké. Wauw. Dit heeft zoiets weg van een binnentuin of zo, maar het is geen binnentuin, hè, voor de duidelijkheid. Nee, dit is nu nog open. Ja? Hier komt een grote staalstructuur op. Er wordt eigenlijk een atrium of een patio, een binnenruimte. Hoe gaan ze die staalstructuur hierboven plaatsen? Want dat is toch wel echt groot. Ja. Dat gaan hele grote stalen balken zijn. En die zetten wij met de torenkraan, gaan wij die erop zetten. En hoeveel werknemers lopen er hier dan rond? Nu is het nog heel rustig. We hebben hier denk ik 13, 15 arbeiders rondlopen. Maar ik verwacht dat het in augustus zeker over de 80 zal zijn. Ah, wauw, oké. Okay. Ja. Dat wordt hier een drukke werf. Oké, jij gaat uw werk hebben. Ja. Altijd zeg, okay, dat is goed. Ja. Je ziet ook dat wij nu links en rechts dingen zijn aan het opbouwen, yes, om eigenlijk die staalstructuur te kunnen dragen. Ah, ja. De bestaande structuur is daar niet op berekend. Het is belangrijk dat het stevig staat, want je wilt niet dat deel dat ik natuurlijk naar beneden zou komen. En daarom dat wij ook de BIM gebruiken, het BIM-platform, BIM 360. Dat is eigenlijk een softwarepakket voor de bouw, waarbij dat wij in de ontwerpfase proberen clashes en uitvoeringen met elkaar te combineren van alle technieken, maar ook muren met afwerking. En daarin trachten we een goede uitvoering voor te bereiden. Als ik het dan zo heb begrepen, is het een soort van wereldje waar je kunt instappen en een beetje kunt rondwandelen in het gebouw. Een soort 3D-plan. Heel juist. Een 3D-model waarbij dat we alles kunnen controleren. Materialen kijken, maatvoering controleren. En dat is dus veel gemakkelijker dan op verschillende plannetjes, op tientallen plannetjes te moeten kijken. Een hele tijd van wat moeten we nu doen. Okay. Super gemakkelijk. Yes. De bouw staat niet stil, jong. Voilà. Hier hebben we de foto's. Oké, zo gaat het er dus uitzien. Ja. Wauw. En onze architect is er ook. Salvatore. Hallo. Goedendag. Goedendag. Het WTCB heeft ons gevraagd om het verbouwen van dit gebouw in perspectief te zetten. Mm-hmm. Dat is het panorama van het verbouwen van de stad. Naast de energetische leuk, die is zeer belangrijk. Er zijn ook bijvoorbeeld problemen zoals de circulariteit. Maar ook CO2 of fijnstoffen of watergebruik. Ook biodiversiteit. Dus is eigenlijk een stap in de goede richting, hoe dat eigenlijk de toekomst er moet gaan uitzien. Je moet denken aan nieuwe systemen om dat te vergroenen. Want de bestaande groengevels zijn zeer duur in installatie, maar zijn ook zeer duur in onderhoud. We hebben een systeem ontwikkeld die zelfdragend en totaal onafhankelijk is, die eigenlijk kan overal toegepast worden. Ja. Dus is eigenlijk het concept is een verticale groene ruimte. En, waar men kan echt tuneren, waar je kan ook onderhoudsactiviteiten doen, maar voor het WTCB ook een soort verticale labo waar je kan experimenten doen. Je kan hier meten biodiversiteit. Ja. Je kan hier meten watergebruik. Je kan hier meten hoe ver fijnstoffen worden geabsorbeerd door deze planten. Je kan meten hoe droogbestendig is een plant. En je kan de planten vervangen en terug experimenteren met andere typen. Ook botanisch is een grote uitdaging, het groene gevel, omdat je moet de juiste planten op de juiste oriëntatie kiezen. Het maken van de stad een tweede natuur en
Natuur die worden gemaakt door de maan, door de mens. Ja, door de mens. Maar die toch nog natuur is, is de uitdaging van de toekomst. We kunnen dus besluiten dat in dit project de bouw en de ecologie elkaar vinden en dat er hier eigenlijk gewoon aan de toekomst wordt gebouwd. Dat is toch knap? Ja, dat is inderdaad de uitdaging geweest. Jasmin, heel even naar hier gestuurd. Jij kon mij iets meer vertellen over het BIM-systeem. Oké, kom ik even wat dichterbij. Het BIM-model, waar staat dat voor? Wel, BIM dat staat voor bouwinformatiemodel of bouwinformatiemanagement. En dat gaat eigenlijk over het beheer van al uw informatie dat betrokken is bij uw project. Dus eigenlijk is het een super gedetailleerd plan waar je bijna kunt inlopen. Ja, van, ook effectief inlopen. Ah, oké. Een plan waar je dus kunt inlopen, een soort 3D-model, dat in de kleinste details je kunt er eigenlijk alles in terugvinden. Ja, inderdaad. Dat is super handig om mee te werken dan. Inderdaad. Oké. Wie heeft dat allemaal nodig? Wie maakt daar allemaal gebruik van een BIM-model? Dat gaat van architect tot studiebureau stabiliteit, tot de verschillende onderaannemers en leveranciers. En zij maken eigenlijk allemaal hun model van hun deel van de werken. En die worden dan gecombineerd tot een coördinatiemodel. Dat wordt dan in dit geval door ons gemaakt, waarin dat die verschillende aspecten worden samengevoegd en dat ook alle mogelijke fouten bijvoorbeeld voor uitvoering, voordat wij buiten bezig zijn, dat we die al proberen te detecteren, zodat we die ook kunnen vermijden. Dus je hebt het gebouw eigenlijk al eens gebouwd, maar dan in 3D, waar je dan alles in kunt zien. Oké. Kun je zo eens iets laten zien? Ja, natuurlijk. Hier ziet u het model van het gebouw. Dus daar zit effectief alle informatie, alles zit daarin. Dus ook van bijvoorbeeld een schakelaar of zo, van de elektriciteit, zit dat daar ook bijvoorbeeld alles in? Alles zit erin. Wauw. Alles dat wij eraan toevoegen. Oké. Wauw. Zelfs dat in de kelder? Ja. Wauw. Dus ook de riolering ondergronds zit er hier allemaal in. Hier de putten, allemaal ook informatie. Alles wat je kan voorstellen dat te maken heeft met het project. Zit in het BIM-model. Ja. Dat is toch wat anders dan Toy Story, hè? Amai, wat een... Dat is een serieuze planning. Ja, dat is hier onze planning in de Lean-keet, waar we het hele Lean-principe toepassen. Oké, het Lean-principe, de Lean-keet, wat is dat juist? Het Lean-principe gaat er eigenlijk over om de BRT-methode toe te passen. Okay. Dat zijn eigenlijk de badges, de route en het tempo van het hele project. Ja, een soort stappenplan of zo. Ja. In dit project hebben we bijvoorbeeld voor gekozen om het project in twee onder te delen, waardoor dat we eigenlijk twee torens krijgen die we van boven naar beneden zullen afwerken. Ah ja, oké. Okay. We vertalen dit naar een globale roadmap die hier achter ons hangt, die het volledige project omvat op weekniveau. Alle weeknummers staan daarop. Hieruit halen we eigenlijk de milestones, de deadlines voor het volledige project, waardoor dat we eigenlijk de dagplanning aan de andere zijde hier aan de andere kant kunnen bepalen. Oké. We gaan eigenlijk deze dagplanning opstellen samen met de onderaannemers. Ja. Zij plakken zelf hun stickers van hun activiteiten op en dat doen ze eigenlijk op dezelfde moment. Dus ze zijn in overleg met elkaar, waardoor dat ze op de hoogte zijn van waarom dat bepaalde acties op een bepaald tijdstip en op een bepaalde manier uitgevoerd moeten worden. En ze weten ook heel hard, in combinatie met de deadlines die hier bepaald zijn, waarom dat zo moet gebeuren. Dus de betrokkenheid is heel groot. En het leervermogen ook, omdat we die driewekelijkse plaksessies herhalen. Ja. Dus we kunnen plaksessie. Ja, de plaksessie. Dat is een grappig woord. Ja. Maar zeg, kun jij dan ook eens voor mij zo'n examenplanning maken in juni? Dat kan, maar daar hangt ook een kostprijsje aan vast. Ah, oké. Dan moeten we dat eens een keer overdenken. Waarom is dit gebouw nu zo belangrijk voor de WTCB? Wel, als WTCB proberen we eigenlijk het referentiecentrum te zijn voor wat de bouw moet zijn en moet worden. We zijn een collectief onderzoekscentrum en we proberen eigenlijk al onze aannemers mee te werken, mee te helpen in die drive naar vernieuwing en innovatie en betere productiviteit. En dit is hier voor ons niet enkel een kantoorgebouw. Zelfs de bouw zelf van het centrum is voor ons een enorme leerschool en ook het toepassen van nieuwe technologieën. In de toekomst gaan we het ook gebruiken als demonstratiecentrum. De aannemer zelf kan voelen wat hij is met die tools. Hij kan een keer zelf gaan experimenteren, misschien eens een drone hanteren, een scanningtoestel hanteren, al die digitale BIM-technieken waar we het over gehad hebben. Het WTCB heeft een eigen ambitieplan, Ambitie 2025, waarin we eigenlijk proberen te werken aan die digitalisatie, maar ook de Green Deal. Als aannemers moeten we daar ook aan werken. Het WTCB probeert daar eigenlijk ook wel die strategie te ondersteunen met onderzoek en dergelijke meer. Hier wordt gebouwd aan de toekomst, hè? Zoveel is duidelijk.